dat je kijkt naar onze Oogst van de Dag. Hier vind je een compilatie van alle mooie films die wij gedurende deze dag hebben laten zien. Heel veel plezier! Hallo iedereen! Leuk dat jullie weer kijken naar de aflevering van de Black Achievement Month van vandaag. Voor de viering van de Black Achievement Month en de Inspirational Wall wil ik een struggle met jullie delen waar ik al best wel lang mee kamp. En dat is de struggle eigenlijk, wie ben ik? Wie zijn we eigenlijk? Voordat alle layers van society ons opgelegd zijn. En voordat wij aan alle verwachtingen gingen voldoen die de maatschappij van ons verwacht. Verwachtingen omdat je moeder bent, omdat je zus bent, als collega zijnde, als vader zijnde, als dochter zijnde, als zoon zijnde en zo noem het maar op. Wij vervullen zoveel verschillende rollen op een dagelijks leven. Maar onder dat alles, wie zijn we eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En wat mij heel erg hierin heeft geholpen, is om echt bij mezelf stil te staan. Om de tijd hiervoor te nemen. En de een doet dit door meditatie, de andere doet dit door yoga, misschien wel door een wandeling in de natuur te maken. Gewoon alles wat de buitenwereld betreft van je afschermen. En dan gewoon tijd met jezelf doorbrengen. Voor mij is dat meditatie. Gewoon alles van me afschermen en op mijn ademhaling focussen. Daarnaast heb ik ook even gereflecteerd en gekeken van, goh, wat zijn mijn talenten? Wat zijn de dingen waar ik oprecht blij van word? En daarbij ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik blij word van gedichten schrijven. En dansen is iets wat echt gewoon een glimlach op mijn gezicht tovert. Ik heb ook gemerkt dat ik er oprecht blij van word om te netwerken en mensen met elkaar in verbinding te brengen. En ook mijn kennis en ervaring met mensen te kunnen delen. En daarbij heb ik gekeken van, goh, al deze talenten die ik heb, hoe kan ik dat in het dagelijks leven integreren? En zo ben ik dus mijn gedichten gaan schrijven. En heb ik ook de mogelijkheden gekregen om mijn gedichten voor te dragen. En mede dankzij SAAM, want ik ben dus ook vrijwilliger geworden bij SAAM. Om bewustwording bij mensen te creëren en inderdaad mensen te kunnen helpen. En ik heb mezelf ingeschreven voor Zumba-lessen. Dus door zelfreflectie bij mezelf stil te staan en de dingen in het dagelijks leven te implementeren. En tot slot, wat mij ook heel erg heeft geholpen, is om echt stil te staan bij wie heb ik om me heen. De mensen die ik om me heen heb. Zijn dat mensen die mij omhoog halen? Of zijn dat mensen die mij juist naar beneden halen? En daarin ook echt gewoon bewuste keuzes te maken. Van, goh, wie wil ik eigenlijk in mijn leven hebben? Het is niet altijd even makkelijk. Want je hebt met familie te maken. Je hebt met, om wat voor redenen ook. Maar het is wel belangrijk om hier bewuste keuzes in te maken. En gewoon bewust te zijn. En je te omringen met liefdevolle mensen die jouw energie geven. In plaats van jouw energie zuigen. Nou,
Dit is dus de struggle die ik met jullie wil delen. En het is een ongoing journey. Het is een ontdekkingsreis waar ik nog steeds mee bezig ben. Maar dit heeft mij tot nu toe geholpen om dichter bij de kern te komen van wie ik eigenlijk echt ben. Ik wens jullie nog een hele fijne dag verder. We hopen dat je genoten hebt van onze compilatie. Bedankt voor het kijken en een grote dank aan iedereen die een bijdrage aan vandaag heeft geleverd. Tot morgen!